Goedemorgen, dames en heren, beste kijkers. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van de Achteruitkijkspiegel. Deze keer bel ik mijn collega Michiel Willebrands om eens te vragen hoe het met hem is. En waarschijnlijk is hij net toevallig even koffie aan het zetten en dat is een goed moment om eens eventjes de week met hem door te nemen. Ik zoek even zijn nummer op. Daar gaan we. Eens kijken of hij al een beetje wakker is deze ochtend. De telefoon gaat in ieder geval over. Damian, goedemorgen. Hallo Michiel, goedemorgen deze zaterdagochtend. Hoe gaat het? Ja, gaat lekker hier. En met jou? Gaat prima. Ik zit lekker in de auto. En wat voor auto hebben we het over? Nou, wel iets bijzonders vind ik zelf. Ik bedoel, het is niet een auto die ik elke dag te zien krijg überhaupt of mag rijden. Ik rijd in een Bentley Continental GT V8. Zo. Hallo. Ja, dat is een mond vol. Het is een mond vol. Maar hè, dan heb je ook wat. Nou, wat voor kleur heeft hij? Hij is Alpine Green, zoals dat zo mooi heet. En Alpine Green. Alpine Green. Ja, normaal zou ik dat helemaal niet weten. Zou ik gewoon zeggen, hij is groen of blauw of grijs of zwart of oranje of weet ik veel. Maar het bijzondere aan deze auto is, die gebruiken we voor een reportageserie in ons blad Autoweek GTO. En ja. Ik heb hem zelf samengesteld en zelf besteld. Dat was eigenlijk het verhaal, zeg maar. Dus, dat hoort bij jouw functie als hoofdredacteur. Mag je je eigen Bentley samenstellen? Ja, precies. In het geval dat het een iets normalere auto zou zijn geweest. Laten we zeggen, ik kijk in mijn spiegel. Ik zie een Kia Picanto. Dan had ieder ander dat natuurlijk kunnen doen. Maar ja, Bentley, dan moet de hoofdredacteur het zelf doen, toch? Ja, begrijp ik ook. Nee hoor, dat is onzin natuurlijk. Maar het kwam toevallig op mijn bordje. En, leuk? Ja, hartstikke leuk. Want ik wist niet dat je zoveel moeilijke keuzes in het leven kon maken. wat voor kleur interieur heb jij gekozen? Nou, dat is een beetje opgebouwd uit diverse tinten. Maar ik zit op stoelen die in twee kleuren leer uitgevoerd zijn. En het is een beetje een beige-achtige tint met een heel diep donker groen. En ik moet zeggen, ja, ik moet mijn eigen smaak beoordelen nu. Het ziet er heel smaakvol, het ziet er heel smaakvol uit. Al zeg je het zelf. Al zeg ik het zelf, ja. Ja. En dan met een walnootrandje erbij. Wat kost zo'n geintje? Nou, zeg maar zonder die opties is zo'n Continental GT, ik meen 255.000 of 260.000 euro. Maar ik heb er toch 349.000 euro van weten te maken. Je begrijpt, je het was ook niet mijn geld. Paar hokjes aangevinkt. Ik heb een paar vakjes waarvan ik denk, ja, je kunt toch niet zonder. Heb ik zo gaat dat toch? Ja, nee, zeker zo gaat dat in Bentley-land. Ja, ja. Hé, hey, maar als ik het goed begrijp, krijgen we het hele verhaal uitgebreid van A tot Z in de GTO te lezen. Ja, maar eigenlijk dat in levende lijven dat die te zien is, zeg maar, pas in GTO 3 zal dat zijn en die verschijnt pas na de zomer. Dus de kijkers van deze rubriek die hebben een absolute primeur. Die zien al wat het geworden is. Nou, gaaf. Ja, gaaf. Hè? Ja. Maar goed, zullen we het over aardse zaken? Ja. Ja, we gaan weer even terug naar de categorie iets normalere auto's. Ja. Ook auto's die nog wel op de weg moeten komen. Maar dan heb ik het bijvoorbeeld over de nieuwe Fabia. Ja. Ja. Dat is van een merk waar jij bekend mee bent, want jouw vorige leaseauto, voordat je deze Bentley had, was volgens mij een Octavia. Ja, nou dat is mijn huidige leaseauto nog. Michiel, laten we de dingen wel even, laten we de feiten maar de feiten houden. Maar, ja. ja, dat klopt. En dat is al mijn vierde Skoda eigenlijk. En ja, voor mij is dat een merk wat goed bij me past eigenlijk. En ik heb ook Fabia's gehad trouwens. De eerste generatie Fabia hebben we er twee van gehad. Ik vond dat een hele leuke auto om te zien. En ik vind die nieuwe qua design. Ja, ik heb natuurlijk alleen nog maar die foto gezien met een oranje auto. Nou, moet ik er nog even aan wennen, denk ik. Maar ik vind wel een verbetering in ieder geval ten opzichte van de vorige generatie, die ik een beetje anoniem vond. Eigenlijk. Ja, dat was niet zo moeilijk inderdaad om daar wat leukers van te maken. Ja, dit is natuurlijk weer zo'n persfoto, leuk in oranje met glimmertjes. Ja. 9 van de 10 zullen toch wel weer grijs of zwart worden, vrees ik. Ja, ja. En dan moet je alsnog 3 keer kijken om door te hebben dat het nieuw is. Maar goed. Ja.
Ja, maar op zich toch leuk. Ja, toch vind ik hem leuk. En ja, volgens mij, weet je, hij staat op het Polo onderstel, wordt dat gewoon best een fijn autootje. Hij is groter dan een Polo, lees ik in het nieuws. Okay. Qua binnenruimte en, ja, en kofferbak. Okay. Nou. Dus het is de verstandigere Polo. De verstandigere Polo. Nou, we gaan het zien. Wanneer komt hij eigenlijk, weet jij dat? Even spieken, vanaf november. Dus nog even geduld, AUB. Even geduld, oké. Nou, mooi. Ja, hey, iets totaal anders wat mij afgelopen week opviel bij ons op de site. Dat is het merk EV Electra. Oh, ja. Oh. Je kent het wel. Uit Libanon. Ja. 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 Ja, ja, nieuwe merk, nieuwe auto's. Ja, je moet er met open vizier ingaan. Maar poeh. Allemachtig. Ja. Ik vind. Nou ja, ze hebben in ieder geval een hele originele naam voor een elektrische autofabrikant. Ja. EV Electra. Ja. Hoe kom je er zo op? Ja, dat die nog niet geclaimd was. Ja, precies. Maar los van de naam, die redelijk voor de hand liggend is, is het uiterlijk iets minder voor de hand liggend van deze dingen. Ja. Nou, ik denk dat ik niemand voor het hoofd stoot, is dat de uitdrukking? Weet ik eigenlijk niet. Als ik zeg, wat een ontstellend lelijke dingen zijn dat, zeg. Ja, dat vind jij. Oh ja. En dat vind jij met jouw Nederlandse, Europese smaakbril. Ja. Maar ik zat zo eens te denken, dat is natuurlijk, ik zal ook niet zeggen dat ik het de vrijste creatie aller tijden vind. Ja. Maar ja, hij ziet er niet voor niks zo uit, weet je wel. En waarom zien BMW's er tegenwoordig opmerkelijk uit? Dat is niet omdat ze aan de Europese smaak eisen willen voldoen. Er zijn landen en regio's op deze planeet, ja, waar smaak anders is dan bij ons. Michiel, ik waardeer je poging om objectief te blijven. Maar je bent nu aan het verdedigen dat dit misschien wel door iemand een mooie auto gevonden kan worden. Daar kan ik niet in meegaan. Dat wil ik niet geloven. Ik weet niet of je de plaatjes... Ze hebben ook een coupeetje gemaakt. En een soort rare bubbelcar of zoiets. En een taxi. Nee. Het spijt me. Het is onverdedigbaar. Ik vind het wel wat. Oké. Zullen we het dan maar daar gewoon niet meer over hebben? Ja, laten we daar maar even bij houden. Nou ja, dan iets dichter bij huis. Ja. Sterker nog, de stad waar onze redactiekantoor staat. De stad waar ik nu doorheen rijd. Ja, zonder dat we daar nou heel veel zijn geweest. Amsterdam. Ja. Laten we zeggen dat die een voortrekkersrol spelen op het gebied van milieudingen. Ja. En daar kwam laatst weer iets opmerkelijks bij. Namelijk dat in de metro al daar mogen geen reclameuitingen meer hangen voor producten die met fossiele brandstoffen te maken hebben. En dan met name auto's, ja, met verbrandingsmotor, maar ook reclames voor goedkope vluchten, et cetera. Ja. Ja, wat vind jij daarvan? Nou, ik vraag me om te beginnen af, stel dat die bushokjes, die metrolijnen helemaal volgehangen zouden hebben met autoadvertenties, zouden ze dan eenzelfde besluit genomen hebben? Want ja, het zijn natuurlijk ook gewoon inkomsten. Maar ik denk dat het maar een heel klein percentage is, dus dan kun je makkelijk het beste jongetje van de klas zijn. En weet je, want ik vind een metro helemaal geen logische plaats om een auto te adverteren, eigenlijk. Nee, het is een beetje, ik heb vroeger, in een vorig leven heb ik een tijdje in Londen gewoond. Ja. Ja, daar ben je waarschijnlijk ook wel eens in de metro geweest. Kijk, die hangen helemaal ramvol en daar zit je ook vaak soms zomaar een uur in. Ja. Ja, en dan zit je een uur lang naar een reclame te kijken. En op een gegeven moment dringt het wel een keer door of zo. Maar inderdaad, in Amsterdam, die korte ritjes en er hangen volgens mij al nauwelijks reclames. Beetje symboolpolitiek, me dunkt. Dat denk ik ook. En ja, weet je, vind ik er wat van. Kijk, de metrolijnen mogen zelf bepalen wie er adverteert daar of niet. Dat is het wat mij een beetje denk ik tegen de borst stuit. Ik vind het nogal wat. Ja. Een beetje bemoeizuchtig. Ja. En het doet me denken aan landen waar we tot niet zo heel lang geleden, waar we dat ook een beetje eng vonden. Ja. Dit soort bemoeienis. Ja, ja, ik ben er zeker niet enthousiast over, hoor. Nee. Nee, eigenlijk helemaal niet. Kijk, het gebaar zelf, dat zal inderdaad geen tot nauwelijks impact hebben. Maar het is meer het signaal wat je mee afstraalt.
Ja. Wij vinden dat dit niet goed is voor jullie. En dus gaan wij wel even bepalen dat de, waar jij naar kijkt. Precies. Wat jij moet kopen, wat jij moet vinden. Ja. En op basis van welke feiten hebben ze nou helemaal dit bepaald? Hè? Want kijk, van een vakantievlucht voor 14 euro naar Barcelona. Ja, nou, dan kun je discussiëren van, nou, is dat, moeten we dat vragen? Maar ja, kijk, auto's zijn ook gewoon voor veel mensen een gebruiksproduct. Je hebt het ook gewoon nodig. Dus daar is, ja... Ja, en elektrische auto's mogen dan geloof ik wel geadverteerd worden. Maar de wetenschappers discussiëren ook al zolang als dat de auto bestaat over... Is nou de milieubelasting van een elektrische auto nou echt zoveel minder als van een fossiele auto? Hè, tuurlijk, als die voorbij rijdt, stoot die niks uit. Als die voorbij rijdt, stoot die niks uit. Maar het is echt niet allemaal met zonnepanelen opgewekt, die elektriciteit. En ook die accu's, die zijn ook niet van koeienpoep gemaakt. Dus... Nee, het is een hele, hele lastige en hele brede discussie natuurlijk. Ja. En laten we daar maar bij houden, want anders dwalen we te veel af. Precies. Ik wil eigenlijk nog even afsluiten met... wat ik me nog wel afvroeg. Mogen wij reclame maken voor Autoweek of Autoweek Classics in de Amsterdamse metro? Ja, dat is een hele goeie, want wij verkopen geen auto's, wij verkopen tijdschriften in dat geval. Ja. Nou... Ja. Precies. Ja. Dus dat is... Zullen we gewoon de proef op de som nemen en een heel Amsterdamse metro vol hangen met de Autoweek covers? Ja, gewoon met de Autoweek Classics, daar zit niks elektrisch in, toch? Vrij weinig. Vrij weinig. Ik heb hem hier naast me liggen. Ja? Oh. Ik zal even het nieuwe nummer promoten hier ter plaatse. Ja. Ja, met een Mercedes SLC 5 liter en een Maserati Kyalami als hoofdonderwerpen, allebei dikke V8. Dus daar is inderdaad bijzonder weinig elektrisch aan. Laten ze het niet horen. Ik hoor het Amsterdamse gemeentebestuur zich nu helemaal verslikken in de koffie. Ja, precies. Goed. Die struikelen straks weer over hun step. Ja. Hey, dan echt even als allerlaatste, want kreeg jij volgens mij nog een mailtje van een kijker van de vorige aflevering van de Spiegel. Ja. Dat is Roy Dreves. Ja. Ik zal het even heel snel doorlopen. Dat ging inderdaad de 508 hybride. Te zien was een redacteur die weliswaar positief was over deze voituur. Ja. Echter ging vervolgens doodleuk met een uitgerust maatje in gesprek over een Hyundai. Bla bla bla. Ja. Dit is niet de objectieve, goede journalistieke aanpak. Nonchalant, jongens onder elkaar. We hebben een leuk baantje, we maken ons geen zorgen. Ja. Ik geloof dat deze Roy een beetje het punt van de achteruitkijkspiegel heeft gemist. Ja, dat denk ik ook. En, want inderdaad, hij beschrijft eigenlijk de formule van deze rubriek helemaal goed. We praten gewoon gezellig over wat we meegemaakt hebben. Leuk over auto's en objectiviteit. We hebben het net al, ik heb al heel duidelijk geprobeerd te maken. Je hebt een mening gegeven. Ik heb een mening gegeven. Mijn persoonlijke mening, zeg maar. En kijk, van die 508 daar hebben we ook gewoon een video van gemaakt, hoor. We maken natuurlijk ook gewoon onze journalistieke producties. Ja. En die heeft deze Roy denk ik net even gemist. En ik hoop... We verwijzen hem bij deze graag door. Ja hoor. Typ het in de zoekbalk en je hebt hem te pakken. Precies. Die 508. Zullen we er een eind aan maken, Michiel? Aan dit gesprek? Ja. Laten we dit gesprek afronden. Ga jij nog even lekker een beetje door Amsterdam stampen met je dikke V8. Doe ik. En, voordat je gekielhaald wordt. Yes. En ik wens jou een goed weekend. Ik wens jou ook een goed weekend en we spreken weer. Oké. Hoi. Hoi. Nou, beste kijker, ik kan daar niks meer aan toevoegen. Dus ik sluit hem ook af en ik wens je een fijn weekend. Groeten.